Het aantal COVID-19 positief gevallen blijft stijgen. Van gisteren naar vandaag zijn er ruim 50 nieuwe gevallen bijgeschreven op de website. Hetgeen het aantal brengt op 1079. Intussen zijn 656 personen genezen verklaard, terwijl 346 in quarantaine zijn. Het aantal actieve gevallen is ook gestegen en wel naar 402. 5 personen worden op de intensive care unit verpleegd, terwijl de 10 die positief getest waren nog steeds niet gevonden kunnen worden. Te betreuren is dat 21 personen het leven hebben gelaten als gevolg van dit virus. De laatste dagen zijn er geen details verstrekt over de nieuwe gevallen. Het COVID-19 management team wordt vooralsnog door de nieuwe volksgezondheidsminister Amar Ramdin gecoördineerd. Op dit moment belegt het COVID-19 management team een persconferentie in de congreszaal. Verwachtbaar is dat nu de nieuwe samenstelling bekendgemaakt zal worden en wat de stand van zaken is ten aanzien van de maatregelen. De laatste tijd is namelijk gebleken dat de burgerij zich steeds minder houdt aan de lockdown en het houden van een sociale afstand. Gevolg hiervan is dat er na 8 uur 's avonds een aardige drukte heerst op de wegen. In het nieuws van morgen komen we terug op de persconferentie.